Cultuurcentrum Muze in Heusden-Zolder staat al meer dan 40 jaar garant voor een prachtig cultureel aanbod. Ook het nieuwe seizoen ziet er weer veelbelovend uit. Het Cultuurcentrum Muus is een heel open en aangenaam cultuurhuis voor alle leeftijden. En we proberen een hele leuke mix aan te bieden van herkenbare namen, maar ook ruimte te bieden aan heel veel jong talent, voornamelijk uit de regio. In ons muziekcafé hebben we een heel leuk podium voor zowel jazz, blues als folkmuziek. En we starten hier op 25 augustus met een leuk concert van Along Comes Mary. Dat is ook een groep vrij jonge artiesten uit de regio van Heusden-Zolder. Sinds enkele jaren hebben wij ook een interessant podium gevonden in de mooi gerestaureerde Sint-Vincentiuskerk van Zolder. En daar presenteren we samen met Fred Brouwers een internationale reeks klassieke muziek, zoals Capriola di Gioia. En we kijken vooral uit naar het 25-jarig jubileum van het Flanders Recorder Quartet. Het cultuurcentrum besteedt ook veel aandacht aan de beeldende kunsten. En ik sta hier buiten aan het plein bij een zeer vreemde creatie van kunstenaar Niels Vaas. Het is een soort van tatoeage in het gras. En deze creatie is meteen ook een van de beelden van de tentoonstelling No Movement, die op 1 september start. Sinds vorig jaar heeft het cultuurcentrum ook een eigen huisorkest, dat is de Muze Jazz Orchestra. En ze gaan dit jaar op tournee door Vlaanderen met een gloednieuw project rond de figuur van Frank Zappa. Maar in deze schouwburg komen uiteraard nog veel grote namen langs. Het is het hart van ons cultuurcentrum en we verwelkomen hier mensen zoals Gabriel Rios, ook Helmut Lotti komt langs, Urbanus, Zornik, De Mens komt hier een theatertournee doen. We hebben ook prachtige theatervoorstellingen, bijvoorbeeld Het Arsenaal speelt Drie Zusters van Tsjechov. We hebben ook Frank Fokketijn en Ann Miller die naar hier komen met een bewerking van Lolita van Nabokov. Ook Chris Lomme en Jo de Meijeren, toch twee theatericonen, komen hier de hele mooie voorstelling Achter de Wolken spelen. En ook een van onze allergrootste acteurs, Jan de Cler, komt naar onze schouwburg met een hele mooie bewerking van de Faust-legende. Het volledige programma van Cultuurcentrum Muze kan je terugvinden op deze website.